Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maya's. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even die abonneerbutton, like deze video en druk op belletje. Blijf je van alles op de hoogte wanneer wij online zijn. We hebben heerlijk geslapen. Daan is uit logeren, wat jullie weten. En ja goed, het is fantastisch. Ik ben de beelden van... De Efteling gisteren ben ik aan het importeren of ik heb geëdit. Hij is nu aan het exporteren en dan moet ik hem nog op YouTube zetten. En ja goed, en dan gaan we het zien vandaag. De zus van Linda komt eigenlijk ook heel eventjes op bezoek. Ik had de batterijen opgeladen, maar hij gaf aan van hij is leeg. Maar goed, dus ik hoop dat jullie wel genoten hebben van de vlog van gisteren. Wij wel in ieder geval. En dan kan ik die wel even... oplaaien. Ja, hoe dat kan weet ik niet, maar ja goed. Hopla, zo doen we dat even. Yes. En ik neem jullie gezellig mee. Tiadida. Ik ga jullie heel even neerzetten. Ja mensen, het is live allemaal. Hopla. Ja, was leeg. Dus ja goed, ik ben daar even een tijd mee bezig geweest. Ik met de vlog editen en dat soort dingen allemaal. We hebben heerlijk lekker geslapen, daar niet van. Ik moet er nog steeds altijd in komen. Dus, maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Ik ga mijn verzorger aankleden. Ik ga me daar even nog een boterham eten en dat soort dingen allemaal. Want over anderhalf uur... Dan gaan we het aanhalen. Dus, heel veel kijkplezier. Linda is boven. En dan, oh kijk, en dit had Daan gisteren. Een muntje. Van de dingen. Van die ezel, zou ik maar zeggen. Had hij een muntje. En toevallig waren er mensen voor ons. En die hadden geld erin gegooid. Maar die kregen dus niet zo'n muntje. Dus wat hadden die heren nou gedaan? Die gooide daar, was 50 cent of zoiets, kostte dat voor één muntje, maar goed. Dus, die jongens die gooiden 50 cent erin, kregen die er twee eruit. En ik liep op een gegeven moment, ik was aan het filmen, aan die andere kant. Weet je, in die huisjes en zo was ik aan het filmen. En op een gegeven moment liep ik daar. En toen zei die man tegen mij van, mijn kinderen hadden er geld in gegooid en er kwamen geen muntjes uit. Dus zodoende had... hij met het vriendje, want dat is een voetbalmaatje, had die twee muntjes gekregen. Maar ja, goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Als ze maar plezier hebben, en dat is het allerbelangrijkste. Dus, en ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de beelden in achtbaan. Dit zou de nieuwe toekomst voor mij worden. Want als we dan naar het pretpark gaan, neem ik toch de actioncam mee. En ik moet zeggen, ik heb de vlogcamera gisteren helemaal niet gebruikt. Alleen maar de actioncam en dat is fantastisch. Dus ja goed, ik ga me verzorgen aankleden en dan, ja goed, in de tussentijd zal de zus van Linda wel komen. Ik ga hier even nog even aan verder en dan hopelijk, voor we dan gaan halen, tot het programma eigenlijk klaar is. Want... de vlog van gisteren, zoals jullie hebben gemerkt, was ontzettend lang. Dus een uur. Maar ja, goed. Hebben jullie tips voor beelden? Want hij is nog heel erg langzaam aan het uploaden. Het is een uur en 11 minuten. Hebben jullie tips voor mij voor beelden te maken? In een attractiepark. Hoe lang? En ga zo maar door. Want dat is dan wel fantastisch. Dus ja goed, ik zie van alles op het scherm staan. Jullie kunnen het niet zien, maar ja. Dus, maar goed. Ik heb de vlog van gisteren, heb ik... oh ja, en hij heeft dit nog gekregen. Of gekocht had hij dat. Linda heeft de was aan. Want ja, gisteren hebben we niet kunnen wassen. Ik ga naar boven toe. Hij had van school alles gedaan. Dus, en dan gaan we er een mooie dag van maken. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Want zoals je ziet, hier is Linda flink bezig. Ja, want wat is Linda aan het doen? Goedemorgen Linda.
Linda was in Strijken en hoe was het gisteren? Heel leuk. Was heel leuk, hè? Hoe gelijk ja. Maar de weer gehad. Ja, van alles. Dus ja, het was echt fantastisch. Dus ja. Ik ga me verzorgen aankleden. En ja goed, dan kunnen we fris de dag door en dan gaan we het zien. Yes, dus we gaan ervoor. We nemen jullie vandaag gezellig mee. En like deze video, abonneer. En schrijf even een reactie, want dan kan ik op jullie abonneren. En dan komt dat naar ons toe en dan komt alles dik in orde. Dus, aan de slag. Zo, ik heb me lekker verzorgd en ik heb me aangekleed. Ik ga nog heel eventjes Linda helpen, want ik zag dat de vlog nog bezig was. En dan begin ik hier dit nog een beetje nog even afhalen, want ja, gisteren zijn we weg geweest, zoals jullie weten. Ik heb me niet kunnen wassen. Maar ja, dat is wel wat vandaag, want dan gaan we vandaag alles lekker buiten zetten. Dus, kunnen we daar even mee aan de slag gaan. Hey Linda? Ja. Yes. Wat mooi weer vandaag, dus alles kan mooi buiten. Ja, dat is wel wat ik zei, hè. De zus van Linda en de kleine zijn net de deur uit. En Linda ging ook gelijk daar halen. Maar ja goed, ik kan niet weg in verband met het programma. Tenminste. Wee. Lekker tosti. Doe dat. Ja, die daar, die daar, die daar. Wacht, ik ga jullie heel even neerzetten. Top, 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 top. Ja, 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 een beetje pulken, hè? Ja, la, 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 la. Dat is tot ik hem dan te lang laat liggen. Nou, ik ga even lekker lunchen en lekker genieten. En dan kunnen we weer verder dan. Zo, even kijken. Oh, die is ook al klaar. Kijk, tadaa. Even pulken, hè? En dit is de day after van de Efteling. Yes! Maar wel blij. Top! Ik heb de lunch heb ik opgeruimd en wie is weer thuis? Dan, Daan heeft het heel erg leuk gehad, hè? Ja? Niet kapot maken. Was het leuk bij vriendjes slapen? Ja? Leuk. Ja, ze hebben van alles gedaan. Alleen de Nintendo's hebben ze verwisseld. Ja, goed. Dus ik blijf nog even thuis en Linda gaat dan even met hem terug om dat te halen. En ik was even hier bezig. Heerlijk, lekker buiten. En dan laat hij zich ook wat vlugger op buiten. Ja goed, hij staat er bijna op. Yes! Nou, en dan kunnen we weg. Niet. Ja, ja. Nou, hun gaan dus terug en dan komt alles dik in orde. Yep. Wij zijn weer even wat verder en Linda is ook weer thuis. Dus dat is helemaal prima in orde. En wat hebben ze gehaald? Een petje. Ballonnen. Even een ballon. Niet buiten. Even wat ballonnen. En nog wat versieringen heeft hij gekocht. Die wilt u nog dadelijk ophangen in verband met dat WK. Of EK, sorry. Dus ja. Wat was er gebeurd? Oh, ik pakte zo'n ballon. Echt waar. Oh. Kijk. Daarom zei hij, ik wil die gebruiken voor mezelf. Dit is goed. Ja, ik zet het erop, hè. Zoals jullie zien, hè. Even een knopje erin maken. Zo. En die gooien we. En dan vangen we. En dan gooien we. Wow. Oh, oh. Woe.
En dan gooien we. Dan vangen. En dan gooien. Oh. Dan gooien. Dan vangen. Ja, en zo blijft hij in de gang, hè? Ach ja, maar goed. We gaan er even nog ophangen. Ja, dan loopt toch wat. Waar even naar de plus. Die was daar geopend. En zien jullie me nog? Nee. Wacht, moment. Hé, hey, op de kop. Daar zijn we weer. Waar even naar de plus. Die is daar open. Wou die kijken. En ik was er al op voorbereid en er waren oranje. Ja, moet je even zeggen waarom je bij de plus bent geweest. Omdat die heropend is. Die was verbouwd en die is vandaag weer heropend. Eigenlijk of vandaag van de week al. Maar we wouden nog eens kijken. En dan had ik zoiets, ja kom maar, dan gaan we eens even. Ja, oranje bad met oranje spullen. Oh, ik wil versieren. Ik denk, ja, kom maar. Dus hij heeft 2 zakken ballonnen. Ene wil hij als waterballon gebruiken. Ja, dat is mooi weer. En de andere... Aan de andere hangen we voor het raam. Oh, je bent een spatsik, ik heb met de camera gehad. Aan de andere wou die voor het raam, ja. Grote kans dat oranje in de poolwedstrijd door. Dus ja, wat kan onze schelen? Zolang ze er nog in zitten. We volgen het, maar ik had ze versieren. Oké, maar dan wou het graag. Maar ja, zolang ze erin zitten, mag de pret niet drukken. Doen we gezellig mee. Dus we gaan al wel naar 2 poolwedstrijden. Tegen Frankrijk, 0-0 gehouden. Tegen Polen, toen hadden ze gewonnen. Nou, dinsdag moeten ze tegen Oostenrijk, geloof ik. Hopelijk winnen ze, maar mochten ze nou verliezen waar we niet vanuit gaan en hopen, dan zijn ze toch nog in de poolwedstrijd, dus beetje optimistisch. Dus wij gaan versieren. En wat moet ik hem uitzetten, Walter? Op het rode knopje. Ja. Zo, en kijk eens. Het is een klein beetje versierd en daar. Nou, ik ga hier liever de deur uit. Linda blijft hier. Ja. En dan, ja goed. Ga je mee? Hij gaat niet mee. Nou, ik ga even. Dan zie je mij zo. Ik zit in de auto en Daan wou niet mee. Dus die had er niet zo heel veel zin in. Dus je zag het al aan zijn gezicht. Maar goed. Ja, dus ik ga er heel even vandoor en dan nemen jullie gezellig mee. Yep. Zo, dames en heren, nou ben ik toch even ergens in een bos gereden. Ja, niet voor het een of andere. Jullie weten, een landgraaf is altijd pingpop. Maar ja, goed, ik had er proberen naartoe willen rijden. Je wordt overal hier in landgraaf omgereden. Stel je hebt kaarten, moet je de auto in de wijk en dan is het nog een ramp om de auto kwijt te raken. Dus, maar ja, goed, ik heb even hier een plaatje kunnen vinden. Kijk maar hier even. Daarvoor is de begraafplaats. Maar goed, ik wil even zeggen, hier achter ergens, achter het bos, daar is het pingpopterrein. Dus ik had er graag naartoe willen gaan en jullie dat willen laten zien in verband met die evenement en zo. Maar ja, helaas, helaas, helaas kan dat niet gebeuren. Dus bij deze zeg ik het hier. En dan, ja goed, dan is dat nou eenmaal zo. Ja goed, en ook eens ergens te begrijpen, daar niet van, maar ja goed, we kunnen er niks aan doen. En was misschien leuk geweest om dat te laten zien, dus ja goed, ik ben hier ingereden, kijk maar, want hier mag je met de auto niet door. En het pingpopterrein ligt echt hier achter, dus ja goed, dat is wel jammer, want dan heb je ook een hele hoge trap en dan heb je Snow World en dat soort dingen allemaal. Dat ligt daar ook allemaal en dat is dan wel weer fantastisch, dus... Maar ja goed, het is nou eenmaal niet zo. Wie weet in de toekomst. We gaan het zien, we gaan het horen en dan... ja goed, dan gaan we maar richting huis toe, want daar wou ik eigenlijk naartoe gaan. Maar helaas. Dus... Maar voor nu zeg ik dan even... Peace. En dan kom ik later bij jullie wel terug. Dus het is jammer. Misschien de volgende keer wel wat beter. Helaas. Maar ondanks dat zijn we niet getreurd. We zijn blij omdat het nog weekend is en ondanks dat is het hartstikke mooi en gezellig. Dus ik ga weer de auto in en dan ja, gaan we er weer vandoor. Kijk aan hier. Al die mensen, die gaan hier naar rechts toe. Kijk, en hier is dat pingpopterrein hier.
Dan ga je hier die kant op. En dan kan je daar zo naartoe gaan. Dus ja goed, wij gaan weer even verder. Zo, ik sta in de keuken en ik ga eten maken. Wat gaan we eten? Eten heerlijke lekkere bakken aardappeltjes. Die ga ik bakken. En die gaat in de airfryer. En dan krijg je een heerlijke pizza. Dus ik ga jullie neerzetten en ik neem jullie gezellig mee. Ja la 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 la. Zo, de oven aan. Zo, kan die warm worden? Dat moet toch nog even. Dus, dan gaan we die hele lekker gezellig kokerellen. Heerlijk. Heerlijk. Oh, het zit allemaal verpakt. Verpakt en bezakt. Hè? Ja, dat zijn... dat is echt Duits, hè. Dit. Volgens mij hebben ze in Duitsland niet veel echt aan... uitsorteren met plastic en papier en zo'n ding allemaal. Maar ja, goed. Dat mag er niks uit. Wij zijn in Nederland. Ja, ja. Zo. Dat is het volle plastic. Hopla. Hopla. Die gaat hierin. En ik zag die in de winkel liggen, ik denk, hey, die willen we eens uitproberen. En ja hoor, dat komt toch nog van pas. Zo, dat doen we straks op. En die knijpen. Voor het vlees. Even liggen. Oké. Heerlijk. En die ook. Zalig. En de bami-blokken zitten ook erin. En de pizza moet nog, dus ik ga de plastic eraf halen. En dan ja, gaan we kokerellen, dames en heren. Hoppa, dan gooi de rotsenboom op die rond, dan mag toch niet leren, want de storm is schoon. Zo. Zo. En hier ook. Hopla. Pak even een kukrol. En dan kunnen we dit heerlijk even erop leggen. Ja, ja. Oh. Daar heb ik niet meer nodig. En dan gaan we beginnen. Met kokerellen. Yeah. Ja, nou, ik ga jullie weer verder. Kom ik met jullie terug.
Zo, de tafel is ook overgedekt en het eten is ook al klaar. Tenminste, ja, is klaar. Ik ga dit heel even erop leggen. Hopla. Die zijn ook klaar. Ja, die zijn wat zacht. En als het niet is, doen ze alsnog terug even de dingen. Ja, dan gaat dit op tafel. Heerlijk. Mmm. Lekker, lekker, lekker en gezond. Oh nee. Het is wel anders. Zo. Hopla. Nemen we dat ook mee. En dan doen we dit. Dit is nou gloeiend heet. Is goed gegaan. Ja. Zo, dat bewaren we even voor straks. De kat moet ook even wachten. En dan even kijken wat had ik nodig. Oh ja, mandje. De. Matje en dan kunnen we heerlijk lekker gaan eten. Zo. Nou, Daan, kom je eten? We gaan lekker eten. Linda, kom je eten? Linda was met de was bezig. Dan gaat ze daar ook maar even verhalen. Dus, lekker eten, smikkel en smullen. En we zijn weer even wat verder. Nou, we hebben heerlijk lekker gegeten. Ik ga de boel gaan opruimen. Linda is met de wasjes bezig, kijk maar. Ja, dus die gaat daar even mee in de slag en dan kan ik hiermee verder gaan. En dan kunnen we de boel even opruimen. Dus dat gaan we doen. Aan de slag. En daarna kunnen we weer andere dingetjes doen. Dus, alright. Tada! Tafel is helemaal klaar. En kijk eens mensen. Alles is weer helemaal mooi schoongemaakt. En mooi weer voor elkaar. Dus alles is klaar. Daan is nog achterom met voetballen. Linda is zich boven een douchen. Ik ga me dadelijk ook zo boven douchen en de was naar binnen halen. En dan ga ik bij deze ga ik de vlog ga ik dan beëindigen. Oh. Zo. Dus dat ga ik doen. En dan, ja goed, hou het ervoor gezien voor vandaag. Leuk dat jullie er waren. Echt heel super gezellig. Dank jullie wel daarvoor. En dan, ja goed, het is even een beetje een rustige dag geweest na gisteren. Want gisteren hebben we heel veel gelopen en het was ook super gezellig. Dus daar zal ik waarschijnlijk morgen wel even op terugkomen over de Efteling. En dan even een beetje reviewen over de Efteling en zo. Maar dat komt dan nogmaals morgen. En dan komt wel alles dik in orde. Dus ja goed, het weekend zitten we erop. We verheugen ons op het volgende weekend en dan komt wel alles dik in orde. Dus, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen jullie toe. En hebben jullie tips? Geef ze alsjeblieft. Die zijn van harte welkom. Maakt niet uit wat voor tips. Doe het vooral even. Dus in ieder geval, bye bye, swipe bye, tot morgen. Doei.